Hey YouTube! Tof dat je kijkt naar weer een nieuwe review hier bij Thomas Opent met sour ale, zure bier. Ik wil zeggen geuze, maar ook niet helemaal geuze. Het is namelijk, het bier heet Watergeus van brouwerij Van den Broek. En het is zeer lokaal gebrouwen voor mij. Het is denk ik 20 minuten rijden, misschien nog niet eens. Midwolde, echt hier vlak in de buurt. Vind ik wel heel erg grappig. Van den Broek. Watergeus, ook aged sour ale. 100% spontane gisting, net als met een geuze dus. Watergeus is een mengbier van tenminste 5 zorgvuldig geselecteerde vaten spontaan vergiste bieren. Die 2 jaar gerijpt hebben in onze bierkelders. Geïnspireerd door de Brusselse traditie is dit bier houtgestookt in koperen ketels en gerijpt op oude eikenhouten vaten. Het resultaat is een absoluut uniek, verfrissend lichtzuur en complex bier met smaken van appel, citrus, eik, kelder, aarde en... puntje, puntje. Lees op onze website meer over hoe dit unieke bier tot stand komt. De website is www.brouwerijvandenbroek.com. De botteldatum is september 2017. Dus hij is nu een dik jaar oud. Een jaar en 4 maanden ongeveer. 6,3% alcohol. 37,5 centiliter. Ingrediënt gerstemout, tarwe, hop. Geen gist dus. Ja, gist als in spontane gisten uit de lucht. Wat ik me dus afvraag, omdat het woord geuze er zelf niet op staat. En dat is, had ik eigenlijk eerder moeten bedenken, even van tevoren moeten uitzoeken. Of geuze, net zoals champagne, een streekgebonden is. Dat champagne mag eigenlijk alleen champagne heten als het uit Champagne, de regio, komt. Misschien dat dat ook dus zo is met geuze. I don't know. Je gaat nou waarschijnlijk denken, wat is die aan het doen? Nou, ten eerste natuurlijk de... kurk eraf, dop eraf, maar je zult geen sis horen, want er zit nog een kurk in. Die gaan we dus eerst even uithalen en dat is altijd wel komisch. Van den Broek, dit is voor de eerste keer dat ik eigenlijk iets van hun probeer. En ik wil al heel lang een van hun bieren proberen. Waarom? Nou ja, zoals ik al zei, ik ben gek op zuurbieren, dat weten jullie. En het is dus heel lokaal. En met heel lokaal bedoel ik dus echt letterlijk mij aan de hoek. En het feit dat er zulke zuurbieren hier helemaal in de regio gebrouwen worden. Ik ga heel voorzichtig deze kurk te proberen uit te halen trouwens, want ik vind dit even doodeng altijd. Sommige van die zuurbieren die willen wel eens knallen. Want ik zie al, ja kijk, hij komt al een beetje. Oh man. Oké, ik hou even op met kletsen, want ik ga eerst voorzichtig proberen die kurk eruit te halen, want de kurk is niet super. En breekt ook bijna af. Shit. Altijd leuk. De kurk zit vast. Hier gaat straks het een en ander in geëdit worden, denk ik. Maar de kurk zit inderdaad muur vast. En gaat waarschijnlijk breken. Jawel. De kurk is gebroken. Fantastisch. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt. Ik ben er niet zo happy over. Dus we moeten nu even heel voorzichtig zijn. In de tussentijd zie ik het bier al een beetje schuimen. Ik klets gewoon leuk door en jongens, dat krijg je nou met dit soort dingen. Dat hoort er nou helemaal een beetje bij. Ik hoop dat de kurk niet vernaggelt bij het er helemaal uitkomen. Maar goed, er is maar één manier. Nee, het gaat wel goed volgens mij. Ja. Geen kapotte kurk, geen kurkrestjes in het bier. Nee, geen kurkrestjes in het bier, dus dat scheelt. Nou, dan gaan we het eerst even uitschenken. Goed, genoeg gekletst weer. Zoals ik al zei, omdat het bier dus lokaal is, drink local, support local, ben ik een groot gelover van. Ik vind gewoon, er wordt lokaal soms zulk mooi bier gemaakt. Daar moet je steunen. Gewoon lokale producten over het algemeen. Ben ik grote liefhebber van streekproducten, lokale producten. Steun die kleine ondernemers. Ik bedoel, er is al genoeg grote meuk in de wereld. Laten we het ook eens leuk klein houden. We gaan naar het bier. Een hele mooie, licht koperen. Troebel kleurtje, de kleur is niet troebel, het bier is troebel, met een hele mooie witte schuimkraag, een beetje sepig achteraan. Ja, het ziet er gewoon echt uit als een mooi fris bier. Heel benieuwd naar de neus, we gaan ruiken. Ja, duidelijk spontane vergisting, je krijgt inderdaad de frisse appeltjes, je krijgt zeker eiken. En wederom dat hele typerende voor. Inderdaad, laten we het beestje bij de naam noemen.
een geuze geïnspireerd bier. Het heeft een hele mooie frisse neus. Het heeft dat paardendeken. Het heeft een beetje die boerderijgeuren die daarbij horen. Inderdaad, eiken. En inderdaad, gewoon iets heel mooi. Licht funky. Zoals je mag verwachten van een bier van deze stijl. Volgens mij is een woord dat in België gebruikt wordt rins. Fris, strak. En dan licht zuurig. Dus je ruikt inderdaad heus wel dat het een zuur bier is. Het komt nog niet mega zuur over in de neus. Ik ben benieuwd hoe die straks in de smaak gaat zijn. Maar hij ruikt in ieder geval wel super verfrissend. En inderdaad, je ziet gewoon hoe mooi dat schuim aan het glas blijft plakken. Echt super, super mooi. Ik ben echt helemaal verliefd aan het worden op dit bier al. We gaan eens even proeven, kijken wat hij in de smaak doet. Proost! Fantastisch goed zuur. Zonder dat het, ja, voor mij niet te overdreven zuur. Verfrissend zuur. Ik kan me voorstellen dat voor mensen dit, die nog geen zuurbieren gedronken hebben, moet je dit niet als instapper doen. Met inderdaad dat hele lekker frisse zure appeltjes. Ik krijg ook gek genoeg iets van wat zoeter rood fruit. Beetje van dat, niet zoeter, aalbesjes. Beetje van dat aalbesjes. Ook zuur, ook fris, maar wat... Ja, roodfruit heeft toch wel altijd een wat andere kenmerken dan appeltje. Ja, roodfruit, gewoon moet je dat uitleggen. Er zit een bepaald zoetje aan elke roodfruit, vind ik persoonlijk, dat je er snel herkent in geur en smaak. Als je het blind zou proeven, weet je gewoon, dit is roodfruit. Ook al kan je hem niet eens specifiek plaatsen. Nou, dat stukje kenmerk. Nou, inderdaad, een lekkere paardendeken met een heel lichte hint naar leer. Ik krijg niet veel van de ciderstonen nog waarover gepraat werd. Maar inderdaad wel, ja, het eiken komt heel mooi naar voren. Een beetje dat droge, wrange, tannineachtige. Aarde, niet helemaal. Ja, dat muffige weer. Kelder. Dat kelder, aarde, dat muffige, dat zit er wel zeker in. Op die manier kun je het associëren naar... Ja, en voor de rest gewoon inderdaad een hartstikke mooi zuur bier. En gewoon super dat dit hier zo lokaal te verkrijgen is. Dat is echt... Als een gunner word je daar trots van. Op. Ben je daar trots op? Word je daar trots van? Nederlands is niet mijn sterkste punt. Score. Weet je, ik heb echt het idee dat ik in de verte iets van abrikoos krijg. Een beetje iets steenvruchtachtig. Lekker. Een 4 uit de 5. Gewoon een mooie 4 uit de 5. Echt gewoon een hartstikke mooi zuur bier. Eentje waar je ook ondanks de 6,3% echt een tijdje van kunt genieten. Want ja, een zuur bier zoals dit vind ik persoonlijk, die klok je niet zomaar even weg. Dan neem je echt even je tijd voor. Maar dat nodigt hij ook naar uit. Om gewoon, hij is mooi complex. Om van elk slokje dat je neemt echt even lang na te genieten. Te analyseren, na te denken. Ook gewoon te accepteren en te appreciëren dat het heerlijk is. Maar ook continu weer die kleine smaakontwikkelingen in je mond. Inderdaad, echt in de verte iets van steenvrucht. Mooi, droog en een licht bittertje in de finish. Er komt echt een mooi droog bittertje naar voren. Lekker bier, heerlijk. Super. Ik vind dit echt fantastisch. Ik ga hier zeker meer van zoeken. Ik kan hem echt aanraden. Er zijn wel verschillende webshops. Deze heb ik bij... of verscheidene? Volgens mij niet trouwens. Dat zeg ik wel heel leuk. Volgens mij is er maar één webshop die je mag verkopen. En dat is Beerdome. Waar ik vaker bestel. En Beerdome is volgens mij, omdat dat ook relatief in de buurt ligt voor mij. En bij Midwolde. Is dat volgens mij de enige die online Van den Broek mag verkopen. Dus check it out.
www.beerdoom.nl. Dat zou ik zeker even doen. Ik kan wel even, als ik niet vergeet, plaatsen wel even een link onderaan. Inclusief een link naar de website van Van der Broek. Ja, ik zou zeggen, dat was hem voor deze review. Like de video als je hem leuk vond. Vond je hem heel erg leuk? Abonneer op mijn kanaal. Onder in de omschrijvingbox vind je ook links naar mijn Instagram en Untapped en mijn Facebookpagina. Waar je bieren vindt die ik niet review, maar wel het een en ander over te zeggen heb. En ik zou zeggen, tot de volgende review. Proost!